Goeiedag. Les hardware. Hardware. PC assembleren en deassembleren. Doel van de les. Doel van de les is om een PC volledig uit elkaar te halen en in elkaar te zetten. Dus assembleren en deassembleren. We hebben verschillende formaten. Van Big Tower tot MIDI, micro en tot de gekste formaten zoals deze. Tijdens het deassembleren van een van de PC's gaan we kennis maken met verschillende componenten. Ook hoe wij voorzichtig moeten omgaan met deze componenten. Dat gaan we één voor één uitleggen. Laten we gaan beginnen. Wat hebben wij nodig? We hebben altijd een polsbandje nodig voor de beveiliging. Ga niet haastig beginnen, maar kijk goed eerst hoe een computer is in elkaar gezet. Je krijgt een soortgelijke PC in ontvangst tijdens de les. Je krijgt een werkende PC. Daarna ga je hem vervolgens deassembleren. We gaan aan de slag. Ik begin met het frontje eruit te halen. Dit is de voeding. De voeding is aangesloten op het moederbord. Je haalt eerst deze kabel, vervolgens de tweede kabel en daarna hier komen wij zo op terug. Zo haal je de voeding eruit. En hier heb je ook een kabel. Nou, dit is de voeding. Je hebt uiteraard verschillende voedingen en formaten. We gaan vervolgens de DVD eruit halen. Hier heb ik stroomkabel, hier heb ik SATA-kabel. Maar daar komen we zo op terug. Je klikt de DVD-ROM eruit. We gaan nu over naar de processor. De processor is beschermd door zo'n plastic hoesje. Dit is de koeling. En daaronder hebben wij de processor. En de processor is eigenlijk de kern van de computer. Je hebt hier 1, 2, 3, 4 schroefjes. Die schroef je gewoon eruit en haal je de koeler zo. En die zet je gewoon neer. Hier heb je de processor. De processor moet je eruit halen. Denk erom, dit is koelpasta. Dat is een beetje gif. Haal je hem zo eruit. Zo. En zo haal je de processor eruit. Zo ziet hij van onder. En die leggen we neer bij de koeler. Nu gaan we over naar het moederbord. Dit is het moederbord. Ik haal de laatste schroef eruit. En verschillende aansluitingen voor aan- en uitknop, voor de USB en voor de audio. Vervolgens haal je voorzichtig het moederbord eruit. Dit is het moederbord. En onderkant. De behuizing is nu helemaal leeg. Het is een stukje metaal. Wat hebben we eruit gehaald? We hebben een voeding eruit gehaald. DVD-ROM eruit gehaald. Een harddisk eruit gehaald, geheugen, processor, koeler en natuurlijk het moederbord. Dit zijn verschillende moederborden. Dit is bijvoorbeeld een moederbord van een laptop. Dit is ook een moederbord van een smarttelefoon. Dit is heel klein. Hier is het moederbord van een smartphone met een capaciteit van 128 gigabyte. Alles hier. Hier heb ik een overzicht van verschillende harddisks. Dit is een ouderwetse harddisk van 3,5 inch.
3,5 inch. Hier heb ik een ouderwetse harddisk, 2,5 inch. Die wordt meestal gebruikt in de laptops. Tegenwoordig hebben wij SSD harddisk. SSD, hier zitten geen draaiende elementen zoals de andere. We gaan nog een stukje verder. Hier hebben wij M.2 SATA. Zoals je nu ziet, hebben wij deze PC gedeassembleerd, uit elkaar gehaald. We gaan nu naar fase 2. We gaan alles terugzetten. Dat noem je assembleren. We gaan aan de slag. Wij gaan nu aan de slag met het assembleren van de PC. Wij beginnen met het moederbord. Tuurlijk. Zoals je ziet, heb je verschillende kleuren. Geel bij geel, groen bij groen, blauw bij blauw en zwart bij zwart. Het kan echt niet misgaan. De koeler. Vervolgens plaats ik de harddisk in. De voeding is ietsje lastiger. Maar als je oplet dat die gleuf hier in komt, de eerste bij de eerste rijtje. Je hebt 1, 2, 3 en 4. Dan gaat hij heel makkelijk soepel in. Dit is de DVD. Die gaat als volgt erin. Je hebt hier 1, 2, 3, 4. En die corresponderen met 1, 2, 3, 4 sleufjes. En dat doe je zo. Klik je en dan zit het erin. Nu gaan we over naar de SATA-kabel en de voeding. En vervolgens. Nu gaan we even verder met het aansluiten van verschillende kabels. De SATA-kabels. Gaan we nu over naar het geheugen. Klikt, klik. Zoals je hebt gezien, we hebben een PC gedeassembleerd, dus uit elkaar gehaald en in elkaar gezet. We hebben ook kennis gemaakt met verschillende computercomponenten in verschillende formaten. Volgende filmpje gaan wij deze PC Windows installeren en configureren. Tot de volgende keer!